Ik ben Anne. En ik ben Bert. Ik zit in het laatste jaar van mijn lerarenopleiding en ik maak me klaar voor mijn stage aan eerste en tweede graad van het middelbaar. Ik zit ook in mijn derde jaar. Ik ben dus bijna bachelor als leerkracht in het secundair onderwijs en ik ga mijn stage doen in de derde graad van het beroepsonderwijs. Lesgeven heeft er voor mij al altijd ingezeten. Net zoals dictie, toneel, voordracht en niet te hoogdravende poëzie. Als u uw kind benzine voert, is het wijselijk niet te roken als het boert. Ik ben eerder sportman. En ik zet de dingen graag op zijn kop. Vooral als ik aan het trainen ben of als er vrouwen geïmponeerd moeten worden. We kregen vandaag een bijzonder mailtje van onze directeur. Waarde student. Een mailtje met daarin een niet alledaagse boodschap. Nee, even serieus. Ik ben op zoek naar een student voor een bijzondere opdracht. En ik wil zo'n beetje onze studenten, onze toekomstige studenten, laten voelen wie we zijn. Een beetje de do's en don'ts van onze opleiding laten voelen. En of wij dat eventueel zagen zitten om te doen. Kun jij mij daar misschien mee helpen? Onze opleiding. De hoe, wat, waar en waarom van onze opleiding. Laat ons eens eerst raden gaan bij Mark Hermans, ons departementshoofd. Hij en zijn lectorenteam bieden een opleiding die qua structuur en inhoud uniek is in Vlaanderen. Wel, de student wordt opgeleid in twee onderwijsvakken. Dus die student kiest dan bij ons twee onderwijsvakken uit een aanbod van 11 vakken. Nu is het zo dat hij wel onbeperkt kan kiezen welke twee vakken hij kiest uit die 11. Met andere woorden, of je nu geschiedenis Engels kiest, Frans, Nederlands, wiskunde, project algemene vakken, alles is mogelijk. Maar de keuze is eigenlijk nog ruimer dan dat. Want stel dat je na 3 jaar slaagt voor je diploma, dan kan je eerst nog verder studeren en eventueel een master, postgraduaat of extra onderwijsvak binnenhalen. Het klopt als je zegt dat het uniek is. Anderzijds, het is ook moeilijk om te organiseren. Maar vergeet ook niet dat we die onbeperkte keuze nastreven omwille van het feit dat de student dan maximale kansen krijgt. En stel dat uiteindelijk blijkt dat je horizonten een beetje verder reiken dan het klaslokaal. Een leerkracht moet communicatief vaardig zijn en dat hebben ze nodig op veel plaatsen. Dan nog heb je een waaier aan verschillende arbeidsmogelijkheden. Veerle Verheijen is een communicatieve duizendpoot. Ze heeft een diploma van leraar, maar ze is het levende bewijs dat dat niet hoeft te betekenen dat je voor de klas belandt. Ik denk alle sectoren waarin communicatie belangrijk is, dat die goed zijn om in terecht te kunnen. Dat kan de banksector zijn, dat kan de IT-sector zijn, de culturele sector denk ik ook aan. Ik zelf werk ook nog een stukje, behalve in de journalistiek, in de publiciteit. Ik werk als presentator van het journaal bij TV Limburg, maar daarnaast werk ik ook als stemacteur voor onder andere reclamespots en nog andere dingen waar een stem bij nodig zijn. Nu, de meeste studenten die afstuderen als leerkracht komen wel in het onderwijs aan het trekken. Peter Sane bijvoorbeeld. Hij koos voor de afstudeerrichtingen geschiedenis en informatica en hij geeft nu les in de provinciale middenschool in Hasselt. Als leerkracht voor een klas te staan, ja, het is uniek, hè. Het is heel leuk, het is een roeping. Naast de inhoudelijke basis die hij tijdens zijn 3-jarige opleiding kon opdoen, wijst Peter op een tweede heel belangrijk opleidingselement, de stages. Het is wel leuk natuurlijk dat je er zelf alleen voor staat, dat je de verantwoordelijkheid hebt. Maar ik moet zeggen, die stagejaren waren eigenlijk een goede voorbereiding. Want zonder die stagejaren, zal ik het zeggen, had je ook niet het zelfvertrouwen om voor een klas te kunnen staan. En dat zelfvertrouwen is deels een gevolg van nauwgezet opgevolgde stageperiodes, maar ook van de sfeer die in de opleiding heerst. Je werkt in kleine groepen met veel individuele begeleiding. De eerste reden is dat je dan heel makkelijk met studenten in dialoog kunt gaan. Je kunt de kritische geest aanscherpen, dat is veel interactie. Dat zijn allemaal pluspunten voor de student. Tweede reden, wat natuurlijk ook een voordeel is, dat iedereen bijna een beetje kent. En wij hebben het motto graag geleerd en we willen echt dat iedereen naar onze school komt met het gevoel van daar ga ik graag naartoe. Zelfvertrouwen, know-how, vakkennis, interactieve technieken. Het is nog maar een fractie van wat hier allemaal de revue passeert. En met zo'n studiepakket achter de kiezen ben je dan ook echt klaar voor het werkveld. Het succes van ons provinciaal onderwijs aan deze hogeschool wordt trouwens bewezen door het feit dat ze al 50 jaar bestaan. Frank Smeets is Limburgs gedeputeerde voor onderwijs. En hoewel het werkveld er nogal geschakeerd bij ligt, ziet het er volgens hem voor de PL-studenten erg goed uit.
Dat is zo, denk ik, want je hebt een erkend diploma, maar omdat het beroep van leraar nogal ideologisch getint is, is het onderwijslandschap natuurlijk ook ideologisch ingekleurd. Je hebt het grote katholieke vrije net en aan de andere kant heb je het gemeenschapsonderwijs. Het provinciaal onderwijs zit er wat tussenin. En ook onze provinciale lerarenopleiding zit er tussenin. En wij ervaren dat de afgestudeerden van onze provinciale hogeschool, dat zij als leraar terecht kunnen in alle onderwijsnetten. Dat belooft dus voor volgend jaar. Eerst nog onze stages en eindexamens tot een goed einde mee. En dan is het aan ons. Wil je meer informatie over deze opleiding? Vraag dan online een infobrochure aan op www.pal.be/infobrochures. Of kom de sfeer van onze opleiding proeven op één van onze open deurdagen. De lijst met data vind je op www.phl.be.